Gefeliciteerd. Drie belangrijke punten. Is daarmee alles gezegd over? Ja, we weten wat we moeten doen na de afgelopen weken. Te veel punten laten liggen. En dan is het goed dat je voor die interlandbreek even die drie punten pakt. Want de laatste twee wedstrijden tegen RKC waren niet zo goed afgelopen. Dus we weten, het is een stugge ploeg. Alleen vandaag hebben we niet veel weggegeven en hadden we eerder eigenlijk uit zicht moeten zijn. Maar als het maar 1-0 staat, dan moet je de hele wedstrijd sowieso moet je geconcentreerd blijven. Maar ik denk dat de aardig is gelukt. Nou, kan zeker beter. We hebben een betere wedstrijd laten zien dan vanavond. Maar het was een nuttige overwinning. Daarnaast Toivonen weer 70 minuten gespeeld, wat belangrijk is. Maandag gaat Pieters in de B-elftal spelen. Lens is weer terug. Dus we komen nu weer een beetje, hopelijk naar een fitte groep. Je speelde weer, vanaf het begin. Dat was volgens mij nak uit, als ik me niet vergis. Ja. Lekker gevoel dat weer aan de beurt was. Ja, ik heb eigenlijk die wedstrijden die ik de laatste wedstrijden die ik had gespeeld, waren allemaal als linksback. Ja. Nu weer in het centrum, dus wanneer ik nodig ben, dan kan ik linksback of in het centrum. Maar mijn voorkeur ligt in het centrum. Nou, heb ik een tijd niet gespeeld en nu mocht ik weer het veld in en daar ben ik natuurlijk blij mee. Merk je dat je een tijd niet gespeeld hebt? Dus je speelt nooit op maandagavond potjes nog in het belofte elftal? Nee, sommigen hebben dat misschien voor zichzelf nodig, maar ik zorg wanneer ik train dat ik gewoon dat ik altijd hard train en dan zorg ik wel dat ik op conditie blijf. En met mijn ervaring moet ik dit gewoon kunnen en dat wist ik dan. Speel ik die potjes ook niet. Nee. En dan vind ik ook dat je jong talenten, die horen dan daar te spelen. Dan zouden ze niet kunnen spelen als ik daar speel. Je kunt het wat plezieriger maken voor het publiek als je die potjes mee gaat maken. Oké, maar als het in een fase wat moeizamer gaat, moet je ze wel winnen? Ja, wat ik zeg, we zijn straks weer twee weken verder. Dan zijn de jongens hebben weer gespeeld. Dus dat is allemaal wel positief. Je moet ze toch winnen? Ja. Ja, tevreden. Ik ben nooit helemaal tevreden. Kijk, nee. We hadden liever eerder uit zicht willen zijn. Maar allemaal, denk ik, hebben we het met z'n allen gewoon goed opgepakt. Drie punten gepakt en nu even weer die jongens gaan naar de Interlands. En kunnen wij die jongens die hier blijven goed trainen.